Vorige woensdag vond in het Aalsterse Forum de apotheose van de Lotto Basketball Academy plaats. In totaal deden meer dan 40 scholen mee aan een basketcompetitie. De twee beste scholen kwamen in een grote finale tegen elkaar uit. En als toemaatje mochten de leerlingen de wedstrijd Okapi Aalstar Den Bosch bijwonen. Voor eerst allemaal een dikke proficiat met het behalen van de finale. Doe je best, wees sportief. De Lotto Basketball Academy wil jongeren de basis van basket bijbrengen. Jonge talentvolle spelers opleiden, begeleiden en kansen geven. 1, 2. En we gaan naar onze kant. De kinderen eigenlijk een beetje bewust maken van basketbal. Er zijn scholen waar er misschien maar 3, 4, 5 basketballen aanwezig zijn. En wij gaan er dan naartoe met een coach en een speler van de eerste ploeg, een Amerikaan. Wij nemen 25 eigen balletjes mee en dan zo kan iedereen 2 uren met een eigen basketbal spelen. En dat initiatief valt in de smaak bij de deelnemende scholen. Op die manier leren kinderen ook andere sporten kennen dan voetbal, wielrennen en atletiek. Vroeger in mijn tijd werd dat in het lager niet veel gedaan. In het secundair hebben wij dat wel gedaan. Maar nu wordt dat wel veel gedaan. Ik vind dat ook wel positief. We hebben in onze school ook enkele basketters zitten en daardoor wordt dat wel positief onthaald, je hoort het wel hier achter ons. In totaal kregen 42 scholen het bezoek van de Lotto Basketball Academy. De leerlingen legden verschillende proeven af en daar werd een klassement van opgemaakt. Vorig jaar hadden we hier ook eens moeten komen. Dan hebben we al ook tegen een groep gespeeld. En ja, dan wisten we op het einde dat we op tweede stonden en waren ook heel blij. En dat was voldoende voor een plaats in de finale, waarin de vrije basisschool uit Leden het opneemt tegen het SMI uit Aalst. In totaal moeten 5 proeven worden afgelegd. De eerste proef, dan waren er 4 kegeltjes en moest je om de beurt aan een kegeltje shotten. En ja, dan kreeg je 10 shotten. En om tot de meeste scoren. Volgende oefening, 11-10 vrijworpen. Daarna volgen nog lay-ups en 2 aflossingsproeven. Maar daar was de school uit Leden goed op voorbereid. Ze trainden de voorbije weken heel wat uurtjes om geen mal figuur te slaan tijdens de finale. Op school hebben we geoefend in de speeltijden. Op alles dat we hier gingen doen. Op wat heb je dan zoal geoefend? Vrije worpen, shots, lay-up en dribbelen. En denk je dat het geholpen heeft? Ja, want mijn shots waren in het begin niet zo goed en nu waren ze beter. 1 minuut, op fluitsignaal beginnen, op tweede fluitsignaal is gedaan. Dan komt de volgende. Jullie hebben het allemaal al gedaan. Maar ook de Aalsterse school heeft een goede voorbereiding achter de rug. De leerlingen kregen zelfs de hulp van enkele basketertjes. Wij die basketten, wij proberen zoveel mogelijk tips te geven aan onze andere vrienden. En ja, zij proberen dat dan zo goed mogelijk uit te voeren. En dan kijken wij of dat goed is en zo verbeteren ze, of proberen verbeteren toch. En de spannende finale bewijst dat training loont. Want beide scholen maken er een ware nek-aan-nek race van. Dan maar de hulp inroepen van de supporters. Zij schreeuwen hun team naar de overwinning. Heel goed team. Ja hoor. Wat zijn hun kwaliteiten? Vooral hun teamspirit. Ze spelen heel goed samen. Ze zijn op elkaar afgestemd. En ook in de speeltijd oefenen veel. En het is echt een samenhangend groepje. Ik ben hier al regelmatig geweest. Naar de eerste ploeg komen kijken. Maar het is toch nog iets anders als de kinderen die je zo allemaal persoonlijk goed kent bezig zijn. En als je ziet op welke manier dat ze zich concentreren op binnen een bal en op binnen een ring. Ongelooflijk. Uiteindelijk is de laatste aflossingsproef beslissend. De vrije basisschool uit Leden haalt het nipt en mag zich kronen tot winnaar van de scholencompetitie.